hoe kan het dat het verschil zo groot is? Ja, je komt vroeg in de wedstrijd kom je op 1-0. Ja, het leek er al een beetje op in de wedstrijd dat wij dachten bij onszelf van nou, het komt wel goed vandaag. Sparta creëert niks in de eerste helft. Ja, dan dachten wij bij onszelf van nou, het komt wel goed vandaag. En, beetje gemakzucht misschien? Of? Ja, nee, misschien wel. Ja. Eerlijk gezegd misschien een beetje wel. Ja. Misschien een beetje gemakzucht van nou, ja, het zal wel goed komen. En nou, we staan 1-0 voor. De eerste helft een paar kansen gehad, die zullen de tweede helft ook nog wel komen. Nou, die kwamen ook, die maken we niet af. Ja, dan kom je op de oude voetbalwet en dan gaat hij aan de andere kant gaat hij erin. Ja, hoe knullig we hem weggeven. En uiteindelijk krijgen we na de goal gelijk weer een bal. Die wordt vanuit middenveld bij Kramer in zijn voeten gespeeld. Die maakt hij niet af. Ja, uiteindelijk verlies je de wedstrijd nog met 2-1. Ja, wat ik zeg, misschien is het wel goed voor ons dat wij vandaag op deze manier verliezen. Dat we weer met beide benen op de grond staan naar een goede reeks. En dat wij ja, absoluut niet gaan zweven naar zo'n... Naar zo'n goede reeks van ons. Leefde dat een beetje, dat jullie echt het gevoel hadden van het gaat nu zo goed, hè? Het gaat misschien een beetje te makkelijk allemaal? Nou ja, misschien wel. Ja. Misschien gaat dat wel in de kopjes onbewust zitten. En ja, dat mag niet gebeuren. En daarom zeg ik, is het misschien heel goed dat we vandaag verliezen. En op deze manier. En dat wij goed naar onszelf kunnen kijken, dat we met beide benen op de grond weer staan. En dat wij gewoon, ja, dat we weten dat we voor elke meter moeten vechten.